Hey mensen en welkom terug op mijn YouTube kanaal. Zoals sommigen misschien al wisten, ben ik dol op dit soort beestjes. Dinosaurussen. Nu staan dinosaurussen bekend als uitgestorven reptielen. Maar, zijn ze dat wel echt? In deze video ga ik daar dieper op in. Volgens de evolutietheorie zijn dinosaurussen 65 miljoen jaar geleden uitgestorven. Als dat waar is, dan is het moeilijk om te geloven dat ze nog steeds zouden bestaan. Maar, als de aarde slechts 6000 jaar oud is en elke diersoort, mannetje en vrouwtje, in de ark van Noach gingen, ja, dan zou het best wel mogelijk kunnen zijn dat er nog een aantal in leven is. Op 26 april 1890 verscheen er in de Tombstone Epitaph, dat is een krant, een artikel dat zelfs de meest sceptische lezer verbaasde. Volgens het verhaal reden twee mannen op een paard in de woestijn buiten Tombstone in Arizona, toen ze naar boven keken en een enorm vliegend dier zagen met zijn poten uitgestrekt, klaar om te landen. Dus je snapt wel, de mannen en de paarden die schrokken zich helemaal lep Lazarus. Ik weet niet eens waar lep Lazarus zit, maar het is pssst, weg. Dan lopen er mensen langs van, hey kijk, daar ligt een lep Lazarus. Oh, die is van die ene cowboy, die is hem kwijt. Niks aan te doen. Dit zou wel eens de legendarische Thunderbird kunnen zijn uit India. Amerikaanse, Indiaanse stammen van Alaska tot Mexico hadden legendes over een gigantisch groot vliegend monster. Al deze legendes noemden de grote afmetingen en kracht van dit schepsel. De donder was het geluid van zijn wiekende vleugels, beweren de Indianen. De Indianen geloofden dat als het dier door de wolken vloog, het deze open scheurde met zijn vleugels, zodat het ging regenen. Toen de cowboys het vliegende dier op de grond beter bekeken, stonden ze perplex. Behalve grote vleugels had het dier een lang, slank lijf met grote klauwen aan zijn poten en aan de voorkant van zijn vleugels. Ze beweren dat zijn 2,5 meter lange kop leek op die van een krokodil, maar dan met grote, uitpuilende ogen. De mannen doden het dier en zenden een vleugeltip af als trofee. De vleugel bestond niet uit veren, maar uit zacht vel. Net als bij een vleermuis. Is dit verhaal waar? Of is het gewoon een sterk verhaal van een plaatselijke verslaggever die iets te veel cafés had bezocht? Ik denk dat de meeste mensen gewoon denken dat dit verzonnen is. Maar, de beschrijving doet erg veel denken aan het Quetzalcoatlus fossiel dat gevonden is in Texas in 1972. Quetzalcoatlus is de grootste pterosaurier die ooit is gevonden. Hij had een spanwijdte van wel 14,5 meter en was ongeveer net zo groot als een giraf. Van die twee cowboys misschien de laatst levende Quetzalcoatlus hebben geschoten. Ongelooflijk verhaal. Maar wie weet, iedereen heeft gehoord van het monster van Loch Ness en kent het koosnaampje Nessie. Iedereen heeft een mening over de vraag of Nessie wel of niet echt bestaat. Wat je allereerst moet weten is dat Loch Ness een heel lang, koud en diep meer is. Het is 40 kilometer lang, ongeveer 6 graden Celsius koud en bijna 300 meter diep. Het is een meer in Noord-Schotland en net als veel andere meren is het verbonden met de zee door rivieren. Wetenschappers geloven dat Nessie en haar familieleden langs de rivier Ness op en neer reizen tussen de Noordzee en het meer van Loch Ness en zich voeden met trekkende vis. Een van de redenen dat het zo moeilijk is om iets te zien in het water is dat er allemaal stukjes veen in drijven. Daar is het water heel erg troebel. In oktober 1970 begon men uiteindelijk
serieus wetenschappelijk onderzoek. Een groep wetenschappers het meer van Loch Ness met hoge frequente sonar hadden gepeild. Er kwam toen iets groots voorbij de radar. 10 minuten later werden er soortgelijke dingen waargenomen. Toen iets groots voorbij de radar. En 10 minuten later nog meer van zulke voorwerpen. 1 jaar later, in 1972, begon men een onderzoek. En daaruit kwamen dezelfde resultaten. Is daar iets in dat meer? Maar wat, weten we niet precies. 1975 werd er een schimmige onderwaterfoto genomen van, nou ja, Nessie. Op basis van deze foto denken sommigen dat Nessie een elasmosaurus is. In de regio Ndouki, in Noord-Congo, bevindt zich een gebied waar nog zelden een mens is geweest. Onvoorstelbaar, of niet? Spant 3 miljoen hectare dichte jungle en verraderlijk moeras waar zelfs de ondernemende pygmeeën zich maar zelden wagen. Uit dat land komen verhalen naar voren over een dier dat door de pygmeeën Mokele Membe wordt genoemd. Toen mensen vroeg hoe het dier eruit zag, tekenden ze iets wat hierop leek. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dat lijkt wel verdacht veel op dit. Een klein aantal expedities heeft zich gewaagd om het dier te vinden. Maar het is best lastig vanwege vieze beperkingen, het weer, het is regen, het is gewoon irritant, de tjetjevlieg en andere moeilijkheden. Als deze dinosaurierachtige dieren er bestaan, dan hoop ik dat ze er eentje vinden nog voor de laatste is uitgestorven. Oh, dat was best interessant, of niet? De reden dat ik deze video heb gemaakt, is vanwege een Disney Pixar film die 25 november in première gaat. In deze video heeft de asteroïde de aarde nooit geraakt, waardoor de dino's ook nooit zijn uitgestorven. Hij heet The Good Dinosaur. En het gaat over een apatosaurus genaamd Arlo, die door een ernstig ongeluk zijn ouders kwijtraakt en op avontuur gaat met een mensenkind. Spoiler alert! Ik vind het wel vet dat Disney na jaren weer een nieuwe film maakt met dino's. De laatste keer was in het jaar 2000 en het was een film waarin een iguanodon de hoofdrol speelde genaamd Aladar. Dit is hem. Een andere film waar ik enthousiast over ben is deze. Jurassic World. Ik heb hem gezien in 3D en ik vond hem echt vet. Voor de mensen die mij nu vragen van... Hey Leon! Welke delen van Jurassic Park heb je eigenlijk allemaal? Ik heb ze echt alle 4. Ik ben heel erg benieuwd naar de nieuwe film The Good Dinosaur. En ik hoop dat ik hem te zien krijg in de bioscoop. Misschien zou Tirza wel met me naar de bioscoop willen. Tirza, wil je met me naar de film? Voor degenen die Tirza nog niet kennen, ik heb samen met haar de Bean Boozled Challenge gedaan. Link naar die video zit in de videoomschrijving. Voor de mensen die Tirza nog niet kennen, ik heb samen met haar een Bean Boozled Challenge video gemaakt. Linken aan die video zit in de video-omschrijving. Als je wilt dat ik meer video's maak, geef een duimpje omhoog, abonneer hier beneden, laat een reactie achter, en als je het niet erg vindt, ga ik nu zelf even dinosaurussen bezichtigen.